Welkom terug op de beursvloer van Genève, waar Audi naast de nieuwe TT nog twee nieuwtjes heeft. Dit is er één van, die laat ik aan Roland over en dan loop ik vast door naar het volgende nieuwtje. Ja, want dit is de nieuwe Audi S1, die kennen we natuurlijk eigenlijk al. Het nieuwe topmodel van de A1-reeks. Laat ik meteen de facelift zien van de wat minder potente modellen. Deze heeft een 2 liter TFSI met 231 pk en is in staat om in 5,8 seconden van 0 naar 100 te knallen. En binnenkort ga ik hem uitproberen in het Hoge Noorden. Ja, het tweede nieuwtje van Audi is deze A3 e-tron. We hebben al met een prototype gereden, maar dit is de productieversie. Gewoon een A3 Sportback, maar dan met een hybride aandrijflijn. Een 1.4 TFSI en een elektromotor. Samen goed voor meer dan 200 pk, dus hij is serieus snel. Maar je kunt er ook 50 km volledig elektrisch mee rijden. Dus hij is ook heel erg schoon. En die combinatie vind je binnen de Volkswagen groep in nog een ander nieuw model terug. En die auto staat hier, want na de Golf GTI en GTD mogen we langzaam maar zeker gaan wennen aan de Golf GTE. Dit is een plug-in hybride met technisch dezelfde aandrijflijn als die A3 e-tron. En het mooie van deze auto is dat die GTI-achtige prestaties, 7,6 seconden van 0 naar 100, combineert met een enorm laag verbruik van zo'n 1,5 liter op 100 kilometer. Dat staat gelijk aan 35 gram CO2 per kilometer en dat bezorgt deze auto weer 7% bijtelling. Dus we kunnen er vergif op innemen dat we deze GTE vaak gaan zien in Nederland. Nou, dan ook nog een opgefrist polootje, hè? Ja, ik heb het gezien, nieuw interieurtje, maar vooral op technisch vlak heel veel wijzigingen. Want je had natuurlijk altijd al een Blue Motion TDI, je krijgt nu ook een Blue Motion TSI. 1 liter 3 cilinder en goed voor 40% bijtelling. Nee, die benzine is geen 40% bijtelling. Nee. Het geldt wel voor die diesel, want die Blue Motion diesel was voorheen natuurlijk een 1.2 TDI, wordt nu een 1.4 TDI. Nog steeds een 3 cilindertje en die is wel goed voor 40% bijtelling. Ja, dus. En hopelijk ook wat krachtiger. dat is een keer fatsoenlijk mee te rijden valt, zeg maar. Ik heb het gevoel dat we iets vergeten op die Volkswagen stand. Was het niet een nieuwe Golf Plus? Een sportfan bedoel je? Je bent trouwens een ontzettende sportfan, wist je dat? Vanaf de bank. Nou, het grootste nieuws op de Nissan stand is wel dat de Juke is gefacelift, hè? Ja, dus nu heeft hij 370 set achterlichten en 370 set koplampen. Maar het zijn geen koplampen, het zijn een soort dagschijnwerpers. En verder nog nieuws? Wel degelijk, want de voorwiel aangedreven versies van deze auto, die hebben 40% meer bagageruimte. Nou, dat was wel tijd ook, hoor. Doe maar, fors. Maar het wordt nog leuker, want er is een nieuwe variant. En dat is de Juke Nismo RS. Oh yes. De super sportversie van de Juke, want hij is nog niet gek genoeg. Hoeveel pk had hij? 220. Dus dat is ongeveer net zoveel als een Golf GTI? Ja, scherp dan onderstelletje en ja. Dan in de clownspak. Ik vind hem te gek. Ja, dit is echt wat voor jou. Ja, en Jaguar heeft ook nog een leuk nieuwtje. De XFRS Sportbrake. Het is een hele mond vol letters, maar wat het eigenlijk is de XFRS, maar dan in een chique station wagon koets. Wat vind je ervan, Roland? Gast, kwijt. Ja, bij Maserati hebben ze het goed bekeken, want ze hebben een prachtige stand naast het prestigieuze Coros. En dan hebben ze zichzelf ook nog eens een cadeautje gedaan ten ere van hun 100-jarig bestaan. Want dit is... Ja, dit is inderdaad de Maserati Alfieri. Het staat hier te lezen totaal onherkenbare letters. Maar weet je waar de naam Alfieri vandaan komt? Nee. Het was een van de 4 oorspronkelijke broers die het merk Maserati hebben gesticht. En wat vind je ervan, van deze? Ja, ik vind het heel erg Gran Turismo eigenlijk. Wat zit er onder die kap? Gran Turismo, 5 liter V8. Hmm. Ik merk een beetje teleurstelling bij je. Wow. Qua nieuwswaarde is het wel wat dunnetjes. Je kunt ook overal over zanen, even serieus. Want waar mij dit over laat dromen, is dat de Italianen terugkeren naar zo'n cultuur van prachtig gesculptuurde auto's die gebaseerd zijn op bestaande modellen. Maar iedere keer een beetje, net een beetje anders. Prachtig. Ja.
Nou, hoe dan ook, ik vind het een schitterende auto en een prachtig einde van dit deel van ons beursverslag hier vanaf Genève. Ja, maar dat is nog lang niet het einde van ons verslag, want er staat hier nog zoveel meer nieuws. Dus houd de website in de gaten, want deel 6 zie je over een paar uur online. Heb jij de sleutel?